Ja, goedemiddag kijkers van RTV IJsselmond. Welkom hier op de Venen, waar we zo meteen gaan kijken naar een wedstrijd in de tweede klasse tussen KHC en de Veense Boys. En dat is een vrij beladen wedstrijd, ook een hele belangrijke wedstrijd, want de inzet is namelijk de titel. En ja, dan mag je wel spreken van een belangrijke wedstrijd. KHC, nu nog koploper met 1 punt verschil op de nummer 2 ASVD Dronten, maar met slechts 5 punten verschil met de Veense Boys. En daar moeten ze dus vandaag tegen, hier in eigen huis, tegen de Veense Boys. Ook de Veense Boys die is niet zo bezig met een hele goede reeks. De laatste twee wedstrijden verloren ze dure punten om die strijd in de kampioenschap. Maar ook KHC, zoals u weet, heeft de afgelopen weken 2 keer achter elkaar verloren. En dus dure punten gemorst in die titelreeks, zal ik maar zeggen, in die tweede klasse. Vandaag moet het allemaal dus anders. KHC zou een ander vaartje moeten tappen. En misschien is het ook een beetje de spanning die meespeelt. Je weet het allemaal niet. Het gaat toch om de titel. En dan kan het altijd zo zijn dat die spanning toch ook mee parten gaat spelen. Maar dat is natuurlijk ook zo aan de kant van Veense Boys. Want ook die, wat ik al zei, verloren punten. En eigenlijk is vandaag de wedstrijd een laatste strohalm voor de Veense Boys om nog mee te kunnen blijven doen om die titel. En KHC, ja, die zal afstand willen nemen. Dus kortom, een hele belangrijke wedstrijd waar u van de samenvatting nu gaat kijken. Thank you.
wedstrijd is inmiddels afgelopen en de einduitslag, zoals u heeft gezien, is 1-3 in het voordeel van de Veense Boys. En naast mij staat een speler van KAC, Burak Alp. Burak, heeft de beste ploeg of de gelukkigste ploeg gewonnen? Ik zelf denk dat de gelukkigste ploeg heeft gewonnen. En het was gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Voor hun ook en voor ons. En ik denk dat je hier gewoon dat geluk moet hebben. En dat zijn Veense Boys. Dus daarmee wil ik ze ook feliciteren. Maar ja, ik heb er zelf niks aan. Dus, Nee, jullie hebben een aantal grote kansen hebben jullie inderdaad gehad. Die vergeet je dan inderdaad te scoren. Ja. En wat ik ook denk is dat Ronald Arias niet echt in de wedstrijd zat vandaag, of wel? Nou ja, het is gewoon een moeilijke wedstrijd. En op een gegeven moment als je de eerste duels wint, dan kom je makkelijk in een wedstrijd. Maar die jongens van Veense Boys die zijn natuurlijk ook helemaal gemotiveerd om dit wedstrijd te winnen. En wij ook. En zoals ik al zeg, de gelukkigste heeft gewonnen. En daar blijf ik ook bij. Ik bedoel, Veense Boys heeft ook niet echt een prachtig voetbal laten zien. En maar ze scoren wel en dat doen wij niet. Nee, inderdaad, je vergeet de score. Is dat ook een stukje spanning vanwege de titel of speelt dat niet mee bij jullie in je hoofd? Ja, ik denk stiekem bij sommige jongens misschien wel, bij mij ook wel. Maar ja, ik denk dat dat geen excuus moet zijn voor als jij in een wedstrijd gaat spelen. Want onze doel was eigenlijk eerst handhaven. En dat is ons gelukt en op een gegeven moment stond je dus bovenaan. En dan zeiden we ook met elkaar van we moeten ervoor gaan. Dus ik denk dat dat ook een beetje met de zenuwen heeft te maken. Kun je dan nu de volgende week nog drie wedstrijden heb je te gaan? Dus kun je dan nu de volgende drie wedstrijden wat vrijer gaan spelen om toch nog kans te maken op die titel? Nou, vrijer spelen. Ik bedoel, we hebben het ook nog in onze eigen handen. Ik bedoel, als wij gewoon de volgende drie wedstrijden winnen, dan ben je waarschijnlijk nog steeds kampioen. Ja. Dus misschien komen die zenuwen nog steeds wel tevoorschijn. Ik bedoel, we moeten gewoon weer verder trainen. Dit wedstrijd vergeten, maar ook weer niet vergeten. En dan moeten we het volgende week weer tegenaan. Heel goed, gewoon weer van leren. En dan, ja. Je hebt nog drie wedstrijden te gaan, nog 9 punten te verdelen. Dus het kan nog alle kanten op. Ja, ja. En wij gaan natuurlijk voor de kampioenschap. KAC die bestaat dit jaar 100 jaar. En het zou een hele mooie cadeautje voor onszelf zijn. Ja. En daar gaan we ook voor. Ik bedoel, ik persoonlijk ga daarvoor tenminste, voor de kampioenschap. Nou, hartstikke mooie woorden voor jou. In ieder geval trots op de ploeg en je wil er nog steeds voor gaan. Ja. Ik wil jou hartstikke bedanken, Burak. En succes de volgende wedstrijden dan. En een goed weekend. Dank je. Hey, jij bedankt. Dat was Burak Alp en zoals hij al zei, de gelukkigste ploeg die heeft hier vandaag gewonnen. De einduitslag 1-3. Misschien wat geflatteerd, want KAC had zelf ook inderdaad wel de kans gehad om hier wat meer te gaan winnen. Maar dat is helaas niet gelukt. Nog drie wedstrijden te gaan en het zal nog steeds erg spannend zijn in deze competitie.